Het is 1 uur. Dit is het journaal met Wim de Vilder. Goedemiddag. Rond deze tijd komen in het Egmondpaleis in Brussel opnieuw alle regeringen van het land samen om zich te buigen over de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. We zien hier de wachtende persmensen al staan. Dit is het Egmondpaleis en buiten staan de mensen dus te wachten op de politici die zometeen aankomen. De maatregelen zijn 4 weken geleden opnieuw verstrengd. Veel versoepelingen hoeven we vandaag evenwel niet te verwachten, zo liet premier De Croo gisteren in het parlement verstaan. De feestdagen bijvoorbeeld zullen we wellicht enkel met ons gezin en ons knuffelcontact mogen vieren. Al dringen sommige partijen aan de tafel aan op een uitzondering precies voor die dagen. Bart Verhulst aan het Egmondpaleis. Zal dat dan het grootste discussiepunt zijn straks met hoeveel mensen we de feestdagen mogen doorbrengen? Ja, absoluut. Premier De Croo zei gisteren in het parlement: we mogen die inspanningen van de voorbije 4 weken niet gaan verspelen voor die 4 feestdagen die er aankomen. De cijfers evolueren dan wel in de goede richting, maar om maar één voorbeeld te geven, we hebben nog altijd zo'n 500 besmettingen gemiddeld op 2 weken per 100.000 inwoners en dat zou eigenlijk naar 100 moeten. Maar ondertussen wordt van alle kanten de druk wel verhoogd om toch iets extra toe te laten voor die feestdagen. En ook door nogal wat partijen die hier aan tafel zitten. De Franstalige Liberalen, N-VA, De Groene, CD&V. Die partij stelde gisteren bijvoorbeeld voor: laten we vandaag nog niet de knoop doorhakken, maar laten we een doel in het vooruitzicht stellen. Namelijk als we over 2 weken bijvoorbeeld de cijfers onder een bepaalde grens krijgen, dan kan er iets extra en anders niet. De Franstalige Socialisten die zijn dat idee wel genegen. Waals minister-president Di Rupo die wil alleszins iets extra toelaten, maar dan alleen voor kerstdag, niet voor oudejaarsavond, omdat dat net een echt feestmoment is en dat kan nu zeker niet. Dat zei hij gisteren bij de collega's van RTBF. Noël is een jour particulier. C'est un jour qui nous tient à cœur, c'est un jour de famille. Mais soyons clairs. On n'imaginait pas qu'il y aura que vous pourrez accepter 10 personnes. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut accepter qu'une personne. Peut-être va-t-on élargir à 2. 3, 4, je n'en sais rien, ça c'est le grand maximum. Et il faut tenir compte des personnes qui vivent seules. Donc il y a un geste à faire, mais je dirais c'est un petit geste pour tenir compte de ce côté affectif de Noël, mais pas au Nouvel An, qui est plutôt un jour festif. Ja, dat is dus duidelijk de inzet van de discussie daar straks. Wat de winkels betreft, daar mogen we wel zeker van zijn dat die weer open zullen mogen gaan, Bart? Vrij zeker, ja. Dat zal wellicht voor midden volgende week zijn. Dat geeft de handelaars nog wat tijd om zich voor te bereiden. Op een weekdag ook, om niet meteen een stormloop te hebben. De winkels zijn normaal gezien gesloten tot en met 13 december. Maar als het veilig en verantwoord kan, zo zei de premier gisteren in het parlement, dan moet het wel kunnen. En als je het wat vroeger doet, dan kan je ook die kerstaankopen nog wat meer gaan spreiden. Maar het zal onder strikte voorwaarden zijn dat ze weer open mogen dan de winkels. Ja, absoluut. Net zoals na de eerste golf. Hè. Denk dan bijvoorbeeld aan een beperkt aantal klanten per vierkante meter. Alleen of hooguit met 2 gaan winkelen. Beperkt in de tijd een half uur. Er heeft ook even op tafel gelegen om te winkelen op afspraak. Maar dat zou het niet halen. Omdat dat bijvoorbeeld voor kleine zelfstandigen niet evident is om dat te gaan organiseren. Wat de winkelstraten betreft, daar wordt er echt wel gekeken naar de lokale besturen. Om dat te organiseren en ervoor te zorgen dat er geen massa-toeloop is, geen mensen-toeloop is. Vlaamse minister van Economie Krevits heeft daarover al overlegd met de evenementensector, omdat zij daar natuurlijk veel ervaring mee hebben met het in de hand houden van een mensenmassa. En dus zullen wellicht opnieuw dingen terugkeren als eenrichtingsverkeer in de winkelstraten of stewards die erop toezien dat er niet te veel volk loopt in die straten. Maar voor de rest moeten we dus eigenlijk geen versoepelingen verwachten. Dus dat coronakapsel, ja, voor mij valt dat nu nog wel even mee, maar het zal toch nog een tijdje moeten blijven staan, vrees ik. Oké. Wanneer weten we meer, Bart?
Wel, normaal tegen 7 uur vanavond, dan zal er wellicht opnieuw die traditionele persconferentie zijn en zullen we zicht krijgen op hoe ons leven er de komende weken zal uitzien. Normaal tot in het nieuwe jaar, want het was de bedoeling om hiervan het laatste overlegcomité van dit jaar te maken. Tenzij natuurlijk straks beslist wordt om die beslissing over de feestdagen, om die nog 2 weken uit te stellen en pas dan te beslissen. Maar dat zien we dus straks wel. Oké, dankjewel Bart en tot straks. Wellicht weinig versoepelingen dus voor het einde van het jaar. Maar het lijkt er dus wel sterk op dat niet-essentiële winkels vanaf midden volgende week opnieuw de deuren zullen mogen openen. Met de pakjesmaand december die eraan komt, is dat alvast de hoop van veel winkeliers en wellicht ook van veel klanten. Een mogelijke heropening moet natuurlijk wel worden voorbereid. In deze lingeriewinkel Hartje Brussel hebben ze nog tijdens de eerste lockdown in de lente volop de online kaart getrokken. Klanten sturen bijvoorbeeld hun maten door en krijgen een pakje thuis opgestuurd. En dat heeft de schade toch wat beperkt. Je verkoopt natuurlijk altijd beter als je winkel gewoon open is, hè, maar het valt mee. Waar we heel, heel blij mee zijn en heel dankbaar met de stof dat geloond heeft. Maar er zijn maar weinig producten die letterlijk zo dicht op de huid van de mensen zitten als ondergoed en lingerie. Dus als de niet-essentiële winkels woensdag zouden heropenen, is dat meer dan meegenomen. Het gaat allemaal sneller als mensen hier in de cabine staan. En je kunt ook, ja, dan lezen de mensen ook. Hè. Dan kunnen ze zien van, ah, maar ze vindt dat precies toch niet zo mooi. Oh, en haar gedrag kunnen zien van, ah, dat is toch niet zo comfortabel. Dat is allemaal veel dan... Dat gaat allemaal veel sneller, dat is allemaal veel sympathieker, dat is veel menselijker. Zo kunnen echt je service geven. Nu zijn ze dus opnieuw bijna een maand gesloten. Martine is zo goed als elke dag in haar winkel aanwezig geweest. Wij houden van onze winkel, wij staan graag in onze winkel. En dat houdt u ook zo sane. En het zou erg welkom zijn, nu de feestdagen eraan komen, dat de klanten ook nog volgen. Dat is een belangrijke periode voor je cijfer, maar dat is ook gewoon een fijne periode om in de winkel te staan. En mensen te ontvangen en de sfeer. Ook al zal dat anders zijn nu, hè, maar dat is gewoon... voilà. Ja. Dag Matthias. Matthias Stuyls, jij bent in een winkelstraat in Hartje Brussel. Wat zijn de verwachtingen bij de ondernemersorganisatie Unizo? Wel, Wim, ik weet niet of je het al goed kan zien, maar er is hier nog niet zo heel veel beweging op de Dansaarstraat. De winkels die zijn dan ook nog gesloten. Ik stel voor dat we die vraag onmiddellijk stellen aan Danny van Assen, de gedelegeerd bestuurder van Unizo. Goedemiddag, meneer van Assen. Goedemiddag. Ja, het lijkt er toch echt wel op dat die niet-essentiële winkels dat die vanaf woensdag zullen heropenen. Bent u nu al een beetje opgelucht? Wel, opgelucht nog niet, want de beslissing moet genomen worden en we gaan pas gerust zijn als de beslissing genomen is. Maar laat ons zeggen dat we wel op hoop leven en dat is ook nodig, want bij Unizo krijgen we heel veel reacties van ondernemers binnen. Het wordt grimmig, ze zitten op hun tandvlees. Ze hebben de afgelopen maanden hun best gedaan, of de afgelopen weken hun best gedaan, om via e-commerce en afhaalpunten te werken. Maar dat is maar goed voor een klein deeltje van de omzet. De belangrijkste maand van het jaar komt eraan, dus er is hoop dat ze dat op een normale manier kunnen doen. Ja, de veiligheid, zowel binnen als buiten de winkel, die zal absoluut gegarandeerd moeten worden. Premier De Croo, die hamert daar natuurlijk ook op. Zijn jullie er klaar voor? Wel, niet alleen premier De Croo hamert erop. Wij hameren er ook op dat je op een veilige manier moet kunnen winkelen. Binnen de winkel is er eigenlijk geen probleem, want we hebben de afgelopen maanden heel veel ervaring opgedaan. De investeringen zijn gebeurd. De looprichtingen, de alcoholgels, de mondmaskers, de plexischermen, ze zijn er allemaal. Elke sector heeft zijn protocols waar ze binnen moeten werken. Dus binnen de winkel is het geen enkel probleem om op een veilige manier te werken. Ik weet dat er vrees is over de winkelstraten, maar ten eerste, de meeste handelszaken liggen helemaal niet in die drukke handelsassen. Dus daar speelt het probleem helemaal niet. En daarnaast heb je dan de drukke winkelstraten. Wel, daar roepen we de steden en gemeenten op om net zoals in mei goed voor te bereiden, om te zorgen dat er circulatie is. En eventueel kan zelfs de expertise van de eventsector ingeroepen worden, die heel veel ervaring hebben met bijvoorbeeld crowd control. Meneer Van Assen, wat als er straks toch nog een andere beslissing uit de bus zou komen? Wel, dat zou een gigantische domper zijn en ik denk dat dat heel veel handelaars nog dieper zou duwen. Maar dat geeft ook aan wat die andere ondernemers ook meemaken die waarschijnlijk nog niet gaan kunnen openen volgende week. Want je hebt niet alleen de niet-essentiële winkels, je hebt de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten, je hebt de horeca, je hebt de eventsector, het ruimere toerisme. Wel, op zijn minst moeten die ondernemers ook perspectief krijgen, bijvoorbeeld of zij voor het eind van het jaar nog gaan kunnen openen of niet.
Ja, je hoort het, Wim. De teleurstelling die zou groot zijn moest de beslissing worden genomen dat die niet-essentiële winkels dat die midden volgende week niet opengaan. Maar daar wordt hier alvast vurig niet op gehoopt. Dankjewel, Matthias. We moeten dus afwachten wat er beslist zal worden over de feestdagen. Maar kerst en nieuwjaar, de belangrijkste familiefeesten van het jaar, vieren velen graag toch met anderen. Waarom is dat eigenlijk zo? En is het erg om dat nu in klein gezelschap te moeten doen? Rijk gevulde tafels met veel familie en vrienden. Eind jaar 2020 zal er toch anders uitzien. In deze traiteurzaak hoopten ze feestmenu's voor 10 personen te kunnen slijten. Nu wordt alles bijgesteld. We beginnen met de voorbereiding van het einde jaar in augustus-september. En dan wisten wij nog niet welke kant dat uitging. Ziet, Magling bijvoorbeeld, de buffetten is normaal vanaf 8 personen. Die zijn nu vanaf 1 persoon. We hebben daar ook op geoefend, zodanig dat we mooie buffetjes hebben voor 1 persoon. Voor velen is het een teleurstelling, want feesten doe je eigenlijk altijd samen. Ik denk dat als je een definitie van feesten zou geven, dat het inderdaad zo is dat je dan altijd samen bent met anderen. En dat is niet alleen bij feesten, maar bij alle topmomenten in ons leven hebben wij eigenlijk altijd wel iemand naast ons of bij ons of meerdere mensen. Dat doen wij nooit alleen. Hoe meer, hoe liever dus. Maar nu is alles anders. Dit jaar ben ik toch een beetje huiverachtig. En hebben we besloten om het toch enkel in mijn gezin, ook al is die maar, bestaat die maar uit 2 personen, dus ik en mijn man, om die te samen toch door te brengen. Al zijn er ook mensen die grote feesten en partijen graag aan zich voorbij laten gaan. Ik hou daar niet van. Het is commercieel en ja, die drukt en zo. Nee, niet aan mij besteed. Dat is nu het moment niet, hoor. Dat is nog het kentaat wil dan meer zitten. Maar de kleinere, intieme feestjes zullen ons allicht ook nieuwe inzichten verschaffen. Dat het werkelijk heel belangrijk is dat sociale relaties en samen dingen meemaken, dat het uiteindelijk het belangrijkste van het leven is. De coronacijfers waar we alle inspanningen voor doen, die blijven intussen dalen. De afgelopen week werden er elke dag gemiddeld 257 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 31%. In totaal liggen er nu 4.395 coronapatiënten in het ziekenhuis. Iets meer dan 1.000 van hen, 1.034 om precies te zijn, liggen op de afdeling intensieve zorg. Er zijn helaas nog altijd mensen die sterven aan de gevolgen van corona. Dat waren er elke dag gemiddeld 149. Dat is ruim een vijfde minder dan de week ervoor. Het aantal besmettingen, laten we daar ook nog eens naar kijken, dat daalt ook. Er werden vorige week gemiddeld 2.765 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 37% minder dan de week voordien. Ondanks het feit dat de teststrategie weer veranderd is. Er worden sinds maandag ook opnieuw mensen zonder symptomen getest. De cijfers dalen dus. Maar dat betekent ook volgens viroloog Steven van Gucht niet dat we al in de veilige zone zitten. Als we zien wat men in de ons omringende landen voorstelt, dan houden we toch een beetje ons hart vast. Als je kijkt naar Duitsland, samenkomen met 10 personen. Het gaat niet om 1 samenkomst van 10 personen. Het gaat om honderdduizenden, miljoenen samenkomsten van 10 personen. Dat is een gigantisch evenement, die eindejaarsfeesten. En de impact daarvan die kan enorm groot zijn. Dus we moeten daar echt heel voorzichtig mee omspringen. Dit soort bijeenkomsten met familie, verschillende generaties, binnenshuis, samen eten, samen drinken, ja, dat is eigenlijk het hoogste risico. Er is eigenlijk niks voordeliger voor het virus dan dat. Dus ik denk wel dat we dat heel voorzichtig moeten benaderen. En het liefst in zo klein mogelijke kring. De Antwerpse politie heeft in de Joodse wijk gisteravond een feest stilgelegd met tientallen aanwezigen. Het merendeel van de feestvierders kon ontsnappen of had zich verstopt. Mogelijk waren er meer dan 100 mensen aanwezig op het feest. Eerder deze week moesten ook al 2 andere feesten worden stilgelegd in de Joodse wijk, waar mensen zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Dit zijn beelden die de politie zelf maakte gisteravond aan de Belgielijn Antwerpen. Er waren verschillende klachten binnengekomen van buurtbewoners waarop agenten besloten om een kijkje te gaan nemen. Ze waren versteld van wat ze daar aantroffen in volle coronatijden. De deur was gesloten, dus we moesten met een slijpschijf de deur forceren. Maar toen we binnenkwamen, was de feestzaal was eigenlijk leeg. Dus iedereen was gevlucht van de politie. We zagen wel nog tafels met dranken op, met broodjes stonden erop. In de keuken stonden de soeppotten nog te pruttelen op het vuur.
De meeste feestvierders waren toen dus al gaan lopen. Een twintigtal mensen had zich verstopt in de kelder van het gebouw. Zij mogen zich aan een fikse boete verwachten. De politie hoopt nu nog een tachtigtal mensen te identificeren. En het valt op dat de mensen altijd vluchten van de politie. Dus eigenlijk weten ze wel dat ze de coronamaatregelen overtreden. Maar het is wel belangrijk om mee te geven dat er geen straffeloosheid heerst. Het is al de derde keer deze week dat de politie in de Joodse wijk een feest moet stilleggen. Maar het is gevaarlijk om naar één groep van mensen te wijzen, zegt ook het Forum der Joodse Organisaties. Zijn de mensen in de Joodse buurt op de hoogte van de regels? Ja, hetgeen dat wij binnenkrijgen, wat er gedaan moet worden, wordt doorgegeven in verschillende talen, dat de mensen het allemaal zouden verstaan. Maar degene die niet wil luisteren, kan niemand niet opdringen. Hè? En dat is heel spijtig. Ja, want het is slecht voor heel de gemeenschap. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever van N-VA zegt dat het gevaarlijk is om bij overtredingen van de coronaregels te wijzen naar één bepaalde gemeenschap. Hij zegt dat hij droef wordt van de beelden van gisteren, maar waarschuwt voor het stigmatiseren van de Joodse gemeenschap. Dus dit is heel kwalijk, want deze mensen zijn ook al wel gecontacteerd in het verleden waar het fout liep. En daar is een groep die manifest een beetje volhardt in de boosheid. Dus opnieuw zal ik als burgemeester met de voorgangers van die groep of de groep binnen de groep contact nemen om te zeggen, jongens, jullie gaan echt zwaar over de schreef. Jullie leiden zware reputatieschade. En zo doen we dit niet in Antwerpen. En als jullie dat toch doen, ja, dan ga je er niet mee wegkomen. De politie zal optreden. Ik word er een beetje triest van dat soort politiebeelden. Politie die in Joodse instellingen met slijpschijven binnen moet gaan. Dat zijn geen vrolijke beelden. Laat ons die alsjeblieft samen besparen. Straks beelden van de begrafenis van Diego Maradona, de Argentijnse voetballer die eergisteren stierf aan een hartstilstand. Maar eerst Black Friday vandaag. Een koopjesdag die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Fikse kortingen vliegen ons dan om de oren. Tegelijk zijn de meeste winkels al een tijdje dicht en kunnen die niet anders dan online verkopen. Het is ontzettend druk in de distributiecentra waar online bestellingen passeren. We gingen eens kijken in Grobbendonk. Eindeloze rijen met rekken vol kleren die verkocht worden op het internet. Dit is één van de vele magazijnen hier in Grobbendonk. Als u al eens online kleren kocht bij JBC of Superdry, dan is de kans heel groot dat ze hier gepasseerd zijn. We lopen hier tussen de voorraad hier in Grobbendonk. Op dit moment 10 miljoen stuks dat we hebben liggen. Pak dat er binnen een maand nog maar 5 miljoen van overblijven. De rest zal verzonden zijn naar klanten all over the world. Door corona zijn veel winkels dicht en kopen we meer online. Het was hier dus al druk de laatste maanden en daar komen Black Friday en de eindejaarsperiode nog eens bovenop. Waar aan het begin van de lockdown de volumes voor sommige klanten echt vertienvoudigde, merken we dat we nu toch wel op zeker een verdubbeling, verdriedubbeling van het aantal pakketten per dag uitkomen. De druk te opvangen door extra mensen aan te nemen is moeilijk, want door corona moet er voldoende afstand worden gehouden. De bestellingen worden daarom meer gespreid. Vandaag alleen al vertrekken er ongeveer 80.000 pakketjes. Als we dat vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, is dat een stuk minder. Het zijn een pak minder pakketten. Maar het is wel gespreid over een langere periode. Omdat we dit jaar toch in samenspraak met onze klanten toch wel proberen om de pieken, echte piekbelasting op bezitten, niet te hoog te maken. Zodanig dat we toch de afstandsregels, dat we onze mensen kunnen verzorgen op deze moment. De komende dagen en weken vertrekken hier nog honderdduizenden pakjes. En wie weet is één ervan op weg naar u. Belgische militairen gaan niet langer op straat patrouilleren. Dat heeft de regering beslist. Na de aanslagen in Parijs in 2015 verschenen Belgische militairen in het straatbeeld op gevoelige locaties. Vanaf volgende week worden die patrouilles geleidelijk aan afgebouwd. De politie neemt die bewakingstaken dan weer over. Defensie vroeg al langer om die opdracht op te heffen, omdat die de gewone activiteiten van de militairen te veel onder druk zet. Het leger was niet getraind om te reageren op de coronacrisis. Er lagen geen noodplannen klaar en in de medische component is de voorbije jaren veel te weinig geïnvesteerd. Dat zegt Michel Hofman, de stafchef van het leger.
Admiraal. Maak kennis met Michel Hofman, de nieuwe stafchef, zeg maar de grote baas van het leger. Sinds juli mag hij 4 sterren op zijn schouders dragen. Maar de coronacrisis, daar waren Defensie en hij niet op voorbereid. Op papier misschien en de feiten waarschijnlijk veel minder. Het is allemaal een kwestie. Ik denk een pandemie stond al waarschijnlijk in allerlei contingencyplannen en mappen en verschillende crisiscentra. Maar we hebben daar nooit eigenlijk de nodige trainingstappen en maatregelen voorbereid om dat echt te gaan doen. Ook vandaag springen militairen bij in rust- en verzorgingstehuizen, want de vraag is nog steeds groot. Dagelijks komen er enkele bij. We zijn al op meer dan 130 aanvragen. En we blijven, de steun aanhouden en dat levert momenteel geen probleem. Admiraal Hofman geeft toe dat er de voorbije jaren te weinig is geïnvesteerd in de medische component. Het is een component die inderdaad de laatste jaren moeilijkheden heeft gehad om haar rol echt goed te kunnen spelen. De komende jaren wordt er voor zo'n 5 miljard aan nieuw militair materieel gekocht. Kan dat geld niet beter bijvoorbeeld naar de zorg? Wij maken deel uit van een ruimere wereld. En de veiligheid van Europa, in dit geval, met onze bondgenoten, is ook iets dat moet verzekerd worden. Voor het eerst heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij vertrekt uit het Witte Huis als het kiescollege Joe Biden officieel aanwijst als nieuwe president. Trump zei dat op een persconferentie met militairen, maar zijn nederlaag aanvaarde, dat doet Trump nog altijd niet. Hij blijft volhouden dat Joe Biden enkel verkozen is door grootschalige fraude. Al heeft Trump 3 weken na die presidentsverkiezingen voor zijn fraudeclaim nog altijd geen bewijzen geleverd. If the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building? Just so you, certainly I will. Certainly I will. And you know that. It's going to be a very hard thing to concede, because we know there was massive fraud. So as to whether or not I can get this apparatus moving this quickly, because time isn't on our side. Everything else is on our side. Facts are on our side. This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country. En dan, en excuseer me voor de bewoording, maar het is echt afgelopen met Fucking. Het wereldberoemde dorpje in Oostenrijk verandert van naam. De inwoners zijn het beu dat hun plaatsnaamborden voortdurend worden gestolen. Vanaf 1 januari heet Fucking daarom Fugging. Hopelijk willen niet al te veel mensen verhuizen nu uit het dorp. Grote verandering daar, Ellie. Eergisteren overleed voetballegende Diego Maradona in Argentinië. Ja. En hij is afgelopen nacht al begraven. Ja, op verzoek van de familie is dat in intieme kring gebeurd, Wim. De laatste rustplaats van Maradona is het kerkhof van Bella Vista. Daar ligt hij nu naast zijn ouders begraven. Op zowat 30 kilometer van de hoofdstad Buenos Aires. Daar waren honderdduizenden mensen al de straat opgekomen om afscheid te nemen tijdens een waken. Er daagden zelfs zoveel mensen op dat er rellen uitbraken. De begrafenis moest met enkele uren uitgesteld worden. Maradona is woensdag overleden na een hartstilstand. Hij was 60. Er heerst een grimmige sfeer in de wachtrij aan het presidentieel paleis. Iedereen wil Maradona een laatste groet brengen en de tijd dringt. Om deze wachtende mensenmassa nog een kans te geven om hun idool een laatste keer te zien, beslist de familie om de begrafenis met enkele uren uit te stellen. In de late namiddag, lokale tijd dan, wordt het stoffelijk overschot van Maradona vanuit het presidentieel paleis overgebracht naar de tuin van de vrede, waar hij begraven wordt. Langs de weg staan tienduizenden mensen rijen dik die een laatste eer willen bewijzen aan hun ster. De emoties nemen soms de bovenhand. Het is bij momenten chaos met bromfietsen en auto's die het konvooi willen volgen.
Het lijkt alsof elke Argentijn in Buenos Aires op straat komt om afscheid te nemen van de man die hen in 1986 de wereldbeker bezorgde. Een grote politiemacht begeleidt het konvooi naar Bella Vista, een buitenwijk net buiten de hoofdstad. Ook hier is een massa mensen samengetroept. Op de begraafplaats zelf worden enkel familieleden en vrienden toegelaten. De 60-jarige Maradona wordt in besloten kring begraven. Ja, Argentinië, dat kon u zien, staat al enkele dagen op zijn kop. En hetzelfde geldt voor Napels, de stad in Zuid-Italië, waar Maradona een minstens even grote heldenstatus geniet. In Napels zorgden duizenden mensen gisteravond rond het voetbalstadion van Napoli voor waanzinnige taferelen. Napoli speelde daar een match in de Europa League. Napoli's speler, Dries Mertens, ging na de match bloemen neerleggen bij een van de ontelbare herdenkingsplaatsen in de stad. Napels is in rouw. Overal in de stad worden schrijnen opgericht ter ere van Diego Maradona, in de buurt van de talloze muurschilderingen van de Argentijnse held. In de buurt van het San Paolo voetbalstadion kwamen gisteren duizenden mensen samen. Corona of niet, er moest samen worden geëerd en gezongen. Intussen krijgt Maradona ook binnen het stadion een klein eerbetoon. Want Napoli moet voetballen tegen Rijeka in de Europa League. Elke speler draagt een shirt van de gevallen held en er wordt 1 minuut stilte gehouden. Napoli wint uiteindelijk de match ook met 2-0 dankzij onder meer deze goal van Irving Lozano. Dries Mertens is op dat moment al ingevallen en mag na de match proberen uit te leggen hoe de gemoedsgesteldheid was binnen de ploeg. Era difficile sentire perché è difficile credere per questa città lui è stato talmente importante che ti prende una botta. Na afloop van de match trekt Mertens ook nog de stad in en gaat ook hij bloemen neerleggen bij een van de talloze schrijnen. De topschutter aller tijden van Napoli, die de allergrootste ooit van de club gaat eren. De Napolitaanse nacht was er eentje vol symboliek, verdriet en verering. En zo gaan er nog wel een aantal volgen, denk ik. Napoli voetbalde dus gisteravond in de Europa League. En dat deden ook de 3 Belgische ploegen die we hebben in die Europese bekercompetitie. Antwerp blijft in koers voor Europees voetbal na nieuwjaar. Het behaalde een dikverdiende en belangrijke 0-2 uitzege in het Oostenrijkse Linz. Geen Dieu merci en Bocani in het Antwerp zelftal. De Congolese spits is uit vorm. Maar dat belet Antwerp niet om meteen in de aanval te gaan. Een voorzet van Juklerud valt op de lat. Het grootste gevaar komt bij Antwerp van de hoekschoppen. Richie De Laat kopt net naast op het half uur. Kort na de pauze trekt De Laat alweer op avontuur en hij wordt net voor de 16 meter neergehaald. Rood voor Trauber en een vrije trap op een heerlijke plek voor Lior Refailov. De Israëlier stelt niet teleur en brengt Antwerp op voorsprong. De bal wijkt nog af op de Oostenrijkse muur. Deflection or not, I think the shoot was in the target. And in the end, if the ball touched the net, who cares, you know? Met 11 tegen 10 kan Antwerp dan naar hartelust counteren. De ingevallen Jordan Lukaku zet uitstekend voor en Pieter Gerkes kopt de 0-2 binnen. Met het typische Gerkes-doelpunt wint Antwerp dik verdiend met 0-2 bij LASK Linz. Ik denk dat we daarmee een hele goede zaak doen met het oog op overwinteren. Ik denk dat we naar hier gekomen waren om die wedstrijd te winnen. Dat tweede doelpunt maakt dan een wereld van verschil. Absoluut, straks misschien in de eindafrekening in die groep. AA Gent heeft na gisteravond geen kans meer op Europese overwinteren. Gent is uitgeschakeld na een 4e nederlaag in evenveel groepsduels. Het begint al meteen slecht. Nog voor de eerste minuut weggetikt is, laat doelman Bolat zich verrassen door een relatief onschuldig afstandsschot. Op het uur is het helemaal boeken toe. Na deze hoekschop 0-2 is de eindstand tegen Rode Ster Belgrado. Standaar heeft wel nog een waterkans om de groepsfase te overleven. Op eigen veld komt Standaar wel eerst op achterstand tegen Lech Poznan uit Polen. Maar op het uur brengt de jonge invaller Tapsoba Standaar langs zij. En in de toegevoegde tijd wordt het zelfs nog een overwinning. Verdediger Lijfis kopt raak. Het zijn de eerste 3 punten voor Standaar in de groepsfase.
Anderlecht speelt dit seizoen geen Europees voetbal, maar er was wel opmerkelijk nieuws daar vandaag. Voormalig stervoetballer van Paars-Wit, Luc Nielis, gaat de komende weken namelijk weer aan de slag bij Anderlecht. Nielis gaat zijn expertise delen met de aanvallers van Paars-Wit. De aanvaller Nielis stond destijds bekend om zijn fabelachtige traptechniek. Na zijn carrière werkte hij al bij een aantal clubs als spitsentrainer. En in die hoedanigheid komt hij nu opnieuw terecht bij de ploeg waar hij groot werd. Nielis gaat een soort stage lopen bij Anderlecht, al wil trainer Vincent Kompany het zo niet noemen. Oh, stagiair is al volledig de volledig verkeerde benoeming of terminologie. Luc Nielis is een clubicoon die zijn kennis kan delen, zowel met de staf als met de spelers. En in die mate vonden we het een geweldige opportuniteit om iemand zoals Luc Nielis uit te nodigen om een tijd lang zijn kennis te komen delen. Ja, net als Vincent Kompany. Geweldige voetballer geweest, Luc Nielis. In een redelijk ver verleden ondertussen, Wim. Nog even zeggen, straks live basket vanaf 16:30. De Lions spelen EK-voorronde in Litouwen tegen Tsjechië. Top, dankjewel, Eddy. Straks begint voor katholieke gelovigen de advent. De voorbereiding op kerstmis, wanneer de geboorte van Jezus wordt gevierd. Maar zal dat met een feestelijke viering in de kerk kunnen of moeten gelovigen de eredienst op televisie, radio of online volgen? Pastoors hopen vanmiddag een antwoord te krijgen na het overlegcomité. Pastor Henk en zijn medewerker richten de adventshoek in. De voorbereidingstijd op kerstmis begint zondag. Op massale vieringen denk ik moeten we niet rekenen. Maar moesten we in de advent al in de week kunnen voor 10 of 15 mensen een keer een viering kunnen houden. Dat zou de adventsbeleving van gelovigen en ook van mijzelf toch al een stukje helpen. Dat is zeker, want nu mogen we eigenlijk niks. Hè. Voor katholieke gelovigen is de kerstperiode de belangrijkste tijd van het jaar. Tijdens de vieringen op kerstmis zit deze kerk normaal vol. Ze houden hier nog vast aan de traditie van een middernachtmis. Ik ben zeker dat wij nu voor kerstmis wellicht een bijzondere opname zullen maken, zodat mensen dat digitaal ook kunnen bekijken, eventueel ook midden in de nacht. We gaan zorgen dat er een mooie kersttal staat, dat er wat kerstsfeer en muziek genoeg is, zodat mensen toch zo goed als het kan die kerstsfeer kunnen beleven. Al hoopt de pastoor wel dat er op kerstmis toch wat gelovigen mogen meevieren in de kerk en niet enkel via een streaming op internet. Het vervangt natuurlijk nooit de sfeer van een live viering. Maar ja, als er niets is, dan zijn mensen daar toch tevreden mee. Die boodschap wordt gebracht. Je voelt de hunker bij trouwe gelovigen om echt in de kerk te komen. De kerken blijven trouwens ook open. Regelmatig komen mensen hier eens een kaarsje aansteken, komen wat bidden. Maar ze zeggen wel dat ze duidelijk de vieringen zelf missen. Ja, en op dit moment zitten de verschillende regeringen van ons land samen om te bekijken of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld met de kerstdagen in aantocht. Wellicht zullen we u de persconferentie met de beslissingen van het overlegcomité kunnen brengen tijdens ons journaal van 7 uur. Graag tot straks. We mogen die inspanningen van de voorbije 4 weken niet gaan verspelen voor die 4 feestdagen die er aankomen. De winkels zijn normaal gezien gesloten tot en met 13 december. Maar laat ons zeggen dat we wel op hoop leven en dat is ook nodig. Want bij Unizo krijgen we heel veel reacties van ondernemers binnen. Het wordt grimmig, ze zitten op hun tandvlees. De belangrijkste maand van het jaar komt eraan, dus er is hoop dat ze dat op een normale manier kunnen doen. Normaal tegen 7 uur vanavond, dan zal er wellicht opnieuw die traditionele persconferentie zijn en zullen we zicht krijgen op hoe ons leven er de komende weken zal uitzien.